Van basisscholen, want die gaan komende maandag weer open. En die heropening vergt de nodige voorbereiding. Deze roze stippen staan hier op 1,5 meter afstand. Daar kunnen de ouders komen staan als ze hun kind komen brengen of hun kind komen halen. Ik heb een scherm besteld van plexiglas, 75 bij 50 centimeter. In een standaard komt die te staan. En die ga ik dus hier op mijn tafel zetten als ik in de kring met ze zit. En werk ik met ze aan de tafels, dan ga ik ze tussen mij inzetten. Kinderen gaan bij elkaar zitten, dat mag ook. En we werken graag in groepjes. Maar de contacten tussen de leerkracht en de kinderen proberen we zoveel mogelijk op 1,5 meter te houden. En bijvoorbeeld naar de wc gaan? Om de beurt, zoals altijd. En dan handen wassen in de klas, zodat wij kunnen controleren dat het ook echt gebeurt. Ja, geen militaire operatie, zoals Felix Rottenberg zei, maar wel een hele klus voor jullie. Janneke Oosterman, directeur van basisschool. Zeker. Zeker, zowel praktisch als inhoudelijk. Ja, we hebben meteen met het team gekeken van hoe kunnen ze zo goed mogelijk uitvoering geven aan de richtlijnen die gesteld zijn. Zowel in praktische zin, dus groepen verdelen en zoveel mogelijk gemak voor de gezinnen opleveren. Dat de kinderen op dezelfde dag gaan, afstemming met de kinderopvang. Maar ook de hygiënemaatregelen na het leven, routes, tijdvakken, kinderen in tijdvakken naar school laten gaan. Zodat plexiglas, heb je dat voor leerkrachten? Nee. Ik merk, onze leraren hebben heel veel zin om weer te beginnen. En natuurlijk, met name onder de oudere leraar is er wel enigszins angst. Maar met name het verheugen om weer te starten overheerst. Ja. Ja. Voor jou, Krijn de Winter, je bent leerkracht in groep 8. Zeker. Ook kijk je uit naar de terugkeer van de kinderen op school? Ja, ik vond de aankondiging wel heel leuk. Er werd gezegd dat we allebei staan te springen om weer te beginnen. Maar ik hoor juist bij die 30% die een beetje sceptisch is. Okay. En zich wel enigszins zorgen maakt. Dus laat ik vooropstellen, ja, ik heb heel veel zin om te beginnen, want ik wil de kinderen zien. Ik heb dit vak niet gekozen om op afstand van een schermpje les te geven en alleen maar na te kijken. Dat vind ik een van de minst leuke dingen aan mijn vak. Ik wil met die kinderen bezig zijn. Dus als die maandag binnenkomen, ben ik heel blij. Tegelijkertijd heb ik wel wat zorgen. Wat voor zorgen? Nou, of dat het uiteraard of dat het veilig is. En niet alleen voor mezelf. Natuurlijk denk je daar ook aan. Maar ook voor oudere collega's. Toch ook voor de kinderen. Ondanks dat er wordt gezegd dat die waarschijnlijk minder besmettelijk zijn. Dus het virus minder verspreiden. Maar als je verhalen van dichtbij hoort. En hoor je misschien wel uit Brabant. Dus ik ken veel mensen daar die het echt van dichtbij hebben meegemaakt. En dan hoor je verhalen. En dat gaat toch een beetje tussen je oren zitten. En dan denk je, ja, oké, het zijn uitzonderingen. Ik snap dat het heel moeilijk is om beleid aan te passen. En dat zijn verhalen over zieke kinderen? Niet zieke kinderen. Zieke volwassenen die heel slecht hebben gelegen. Twee jonge mannen die heel ziek zijn geweest. Waarvan de jongste broer is overleden. Ik heb in dat dorp een tijd gewerkt. Dus het waren bekenden van me. En als je dan via vrienden en familie, de vriendin van de oudste broer, kende ik heel goed. Dus daar lees je dan veel van. Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten, moet ik zeggen. Want dan denk je, dat kan ik dus ook zijn. Dat kan mij ook overkomen. Ja, en natuurlijk zijn dat de uitzonderingen. En het beleid daarop aanpassen is heel moeilijk. Ja. Maar ja, jij zal maar net die uitzondering zijn. Of je partner, of je collega, of een kind in de klas. En geeft het dan een bepaald vertrouwen dat je getest kan worden? Vind ik eerlijk gezegd niet. Want als je als je de politici hoort, hoor je ze heel vaak zeggen, ja, maar leerkrachten, er is dadelijk genoeg testcapaciteit. Je kan getest worden. Maar dat is toch een soort van mosterd naar de maaltijd. Het is alsof iemand tegen je zegt, je kan in de auto stappen. Natuurlijk moet je je gezond verstand gebruiken. Maar je gordel heb je niet nodig. Want als je een ongeluk krijgt, maken we gewoon een röntgenfoto. Ja, maar je wil van tevoren toch dat er... Weten dat het veilig is. Maar jij bent sceptisch. Maar was jouw optie dan... Sceptisch. Sceptisch is iets anders. Maar... Oké, sceptisch. Prima. Denk ik dat ze dat beamen. Maar... Sceptisch, maar... Echt een leraar, hè? Ja. Onderwijzer. Onderwijzer. Maar ik heb ook tijd in de zorg. Maar als het jou was gevraagd, was het dan open gaan maandag of niet? Nee, liever niet. Ja, liever niet, maar... Nee. Jij moet beslissen, ja of nee? Dan had ik liever gewacht. Maar voel je dan toch als een soort van proefkonijn die een soort van geforceerd? Dat woord wordt veel gebruikt. Ja. Ik heb het zelf nog niet zo hard gezegd, proefkonijn. Maar ik denk dat degenen die erin staan, zoals ik, die 30%... Bijvoorbeeld liever iets langer hadden gewacht... tot er bijvoorbeeld vanuit Denemarken, waar de scholen nu een tijdje open zijn... Ja. Iets meer resultaten bekend waren. Ja. Ik zeg niet dat dat alle zorgen wegneemt. Maar waarom wil je dan wachten op de Denen?
die het wel doen. Want die hebben dan hetzelfde risico. Bijvoorbeeld. Nou, maar goed, die hebben ervoor gekozen om het te doen. Waarom zouden wij nu dan ook die keus maken als dadelijk die data voor het oprapen ligt? En vind jij dat dan eigenlijk de kinderopvang ook had moeten wachten? Want daar heb je hetzelfde probleem. Ja, het zijn weliswaar kleinere groepen, maar heb je ook die risico's? Zeker. Ja, dat vind ik moeilijk. Dit is vast een hele oude foto. Ja, dat vind ik heel moeilijk om voor hun te spreken natuurlijk. Maar ik snap dat daar ook mensen zijn die toch denken, ja, is dit verstandig? Want Janneke, we horen dan uit onderzoek dat er 7000 docenten eigenlijk ook niet voor de klas willen staan. Ja. Bij jou op school zijn er docenten die gewoon niet willen? Nee, dat herken ik niet. Nee, ik en mijn team horen bij die 2/3 en van de leraren die gelukkig ook zin hebben. Hoewel ik niets af wil doen aan jouw zorgen. Ook heel veel zin, hoor. Ja. Maar ik heb zelf gemerkt, we hebben natuurlijk 8 weken lang opvang verzorgd op school, waar toch een redelijk aantal kinderen ook naartoe zijn gegaan met medewerkers. We hebben niet vernomen dat daar corona-gerelateerde klachten uit zijn ontstaan. Ik denk zelf dat de sociale isolatie van kinderen en de situatie in gezinnen zwaarwegender zijn dan de angst, eventuele angst van leraar om besmet te raken. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat kinderen weer in de klas kunnen komen met hun leeftijdsgenootjes en het jaar goed kunnen afsluiten. En toch zien we ook wel zorgen bij ouders en ook bij hun kinderen die ze dan ook thuis houden. Ik kan het me niet permitteren om een coronavirus in huis te krijgen. Want ik ben ook papa alleen. En als er met mij wat gebeurt, wie gaat er verder voor mijn ouders? Wie gaat er voor deze jonge man zorgen? En dat is ook wat er aanbevolen wordt. Blijf thuis. Dus waarom dan wel een school open gooien en dan kijken wat er daar gaat gebeuren? Ik wil daar niet aan meewerken. Hallo juf, ik hoop u weer snel te zien. En ik hoop dat het ook met u goed gaat. Dus ik hoop u na de zomervakantie weer te zien. Na de zomervakantie? Ja, ik vind dat wel heel erg. Hij heeft wel hulp nodig van ons. En ja, ik vind hem wel eenzaam dan met zijn vader alleen. Daar word ik wel emotioneel van. Dat vind ik wel heftig. Ja. Wat denk je als je dit ziet, Janneke? Ja, ik vind dat schrijnend. En ik zou een oproep willen doen aan de leraar en de directeur om toch de ouders, want ik herken dat ook. Deze gesprekken heb ik ook afgelopen weken gevoerd met ouders. En ik wil niet zeggen dat 100% van onze kinderen op school zullen komen. Maar ik denk dat het onze plicht is om te wijzen op het belang dat kinderen naar school gaan. En niet zozeer voor taal en rekenen, maar met name het sociale aspect. Hè? Dat het zeer onwenselijk is als kinderen tot de zomervakantie thuis zullen blijven. En natuurlijk, deze ouder spreekt uit angst en zorg en liefde voor zijn kind. Het is ook liefde om een kind weer... Maar ook als hem wel iets overkomt, dan is er dus niemand die voor het kind kan zorgen. Dat is natuurlijk ook ontzettend heftig. Nou, in de gesprekken die ik heb gevoerd met ouders heb ik gewezen op eigenlijk de richtlijn. Dus ga in contact met de arts of behandelend arts van de ouder. Hè, als er een ziekte is. En mijn ervaring is dat er nog geen verklaring van de arts is geweest die heeft gezegd, u kunt uw kind beter thuis houden. Dus zelfs bij ernstig zieke ouders. Ik ben geen arts, dus ik oordeel daar niet over. Maar wat ik doe is goed voorlichten en toch benadrukken wat het belang is voor het kind om toch weer naar school te komen. Krijn, wat hoor jij van ouders? Ik heb zelf niet heel veel ouders gesproken. Wel wat ouders natuurlijk van mijn groep 8. Ik weet dat er bij ons op school, ik wil niet liegen, maar volgens mij 1 of 2 kinderen nu al, waarvan we weten dat die thuis blijven. Vooral vrienden van mij die kinderen hebben in schoolgaande leeftijd, hoor ik inderdaad dat ze ook twijfels hebben. Waarvan eentje zegt, ik weet het nog niet. En eentje gewoon inderdaad al heel hard heeft gezegd, ik ga voorlopig nog niet naar school brengen. En ja, ik snap op zich vader wel. En ik hoop gewoon dat ik heel erg ongelijk krijg. Dat ik niet sceptisch hoef te zijn. En dat over 3-4 weken blijkt dat we ons geen zorgen hoeven te maken. En dat deze vader dan ook zegt, oké, ja, gaat ons nog naar school. Dat hoop ik. Maar ik snap de twijfel wel. Vooral doordat er gewoon in de media heel veel tegenstrijdige berichten komen. En ik snap echt dat mensen daardoor gaan twijfelen. Ja. Ja. Felix Slotterberg heeft vertegenwoordigd de organisaties in de kinderopvang. Ja. Hoe is de afstemming tussen wat deze mensen doen, in dit geval in het basisonderwijs en de kinderopvang, en buitenschoolse opvang? Even vooraf, ik heb altijd respect voor onderwijzers, maar het zijn tegenwoordig leerkrachten. Ik heb altijd herinnering aan juffrouw Teer, die mij biologie heeft bijgebracht, en juffrouw Kraamwinkel muziek. En dus dat maar je belandt in de politiek. Wat? Maar je belandt in de politiek. Als je in een helikopter stapt, je kijkt naar beneden, je bent heel hoog, je kijkt naar Nederland, dan gaat het fantastisch in de zorg. Die verpleeghuizen is wel een heel heftig vraagstuk. De eenzaamheid van de mensen daar die 86, 87, 88 zijn. Kijk je naar de kinderopvang en het onderwijs, moeizaam. Want? Ja,
dat zijn een neef of een nicht en een andere neef en een nicht die elkaar niet zo aardig vinden. Maar ik even praktisch, want de opvang moet gewoon... Hè, de scholen hebben mogen kiezen. Gaat open. Ja. Ja, of ze hele dagen gaan doen. Dus bijvoorbeeld mijn zoon gaat maandag en woensdag. Of dat ze halve dagen en meerdere dagen. Maar de BSO, de buitenschoolse opvang, moet daarop aangesloten worden. En daar gaat het mis. Ja, daar gaat het mis, omdat er niet goed genoeg wordt overlegd. Dat wil niet zeggen dat dat in heel Nederland het geval is, maar echt te veel. In Amsterdam, in Delft, in Almere. En zo kan ik doorgaan. Tilburg. Daar zijn fantastische kinderopvangorganisaties. 30 schoolbesturen. Die hebben nog tot de dag van vandaag niet met elkaar kunnen overleggen. Onderwijzers op, 27 april op vakantie gegaan. Doei! We zien het daarna wel. Ja, ja. Nu zitten die dus. Dus die buitenschoolse opvang konden geen contact krijgen met scholen? Nou nee, die wilden maar niet praten. En die zitten nu tot en met dit weekend te bellen met de ouders. Van wat zijn jullie wensen? Wat waren ook alweer jullie vaste dagen? Het gaat om 3000 gesprekken. Ja, is toch in een land wat uitblinkt in logistiek en in overleg. En met welke gevolgen? Nou, de gevolgen. We gaan het oplossen, want de kinderopvang blinkt uit in improvisatie en organiseren. En dat zijn minder ambtenaren dan. Niet leerkrachten, maar hun bazen. Maar je noemt dan dit voorbeeld van scholen in Tilburg. Ja. Dat kan, ik kan er niet over oordelen. Ik hoor ook uit mijn eigen omgeving voorbeelden. En we hebben Die aan tafel hier, waarbij ook die voorjaarsvakantie als een beest is doorgewerkt. Ja, maar wat het grootste probleem is, dat heet in telegraaftermen werkend Nederland. Maar moet je voorstellen, 2 maanden hebben we nu achter de rug dat ouders thuis werken. Heel veel ZZP'ers. Die werkverliezen, die in de acquisitie moeten gaan, die zijn back af. Als die een baby van 0 hebben en een meisje van 6 en een jongen van 9. In het geval van mijn zoon en schoondochter, die krijgt nu een schema waar op woensdag ze 1 uurtje naar school gaan. Dan moeten ze dus... 1 uur? 1 uur. Maar dat zijn toch de uitzonderingen? Nee, ja. Nee. Het is meer dan 90% van de scholen heeft dat op orde. Nee, zegers. Die gaan fulltime lesgeven en die hebben goed overleg met de naschoolsopvang, met kinderopvang. Ik wist niet dat je directeur was van het Centraal Bureau voor Statistiek. Nou ja, dat is wat ik heb gehoord. En dat is een kleine minderheid waar het niet gaat. Nou, dat zal Tilburg zijn, dat zullen andere plekken zijn. Maar dat is toch een beetje het is casuïstiek dan? Nee, het is niet casuïstiek. Het is echt veel heftiger. En dat weet jouw partijgenoot Slob ook. Die is daar ook mee geconfronteerd. Maar vind je dan dat de overheid daar niet goed in gecommuniceerd heeft? Nou, kijk, het is altijd makkelijk om het beter te weten. Rutte doet zijn stinkende best en ik heb daar wel bewondering voor. Maar je weet dat tussen die kinderopvang en dat onderwijs, dat is wel een dingetje. En er had gewoon een centraal programma moeten zijn waar iedereen zich aan houdt. En er had bovenaan moeten staan, ga met elkaar overleggen. Ja, en dus ook niet halve dagen die mogelijkheid. Ja, die halve dagen, dat is echt een rampenplan. Dus tegen scholen zeggen, jullie doen sowieso hele dagen. Dus dan de maandag of de woensdag of de donderdag en de dinsdag. En dan is die aansluiting op de buitenschoolse opvang beter. Want nu komt het dus vaak voor dat de buitenschoolse opvang 11 keer achter elkaar kinderen moet opvangen. Nou ja, in Delft is dat plukkenbol. En die man die komt echt niet goed in gesprek met die 11 scholen. En dat is een heel gedoe. En nogmaals, natuurlijk gaat het op heel veel plekken ook goed. Maar ik zou het gewoon tegen jou willen zeggen. Ik moet u zeggen. Nee, ik zou het willen omdraaien. Het is geen 90%. Ik schat dat het 65 goed gaat en 35 niet goed. Dat is te veel. Maar we praten zo meteen over hele andere dingen. Ja. Maar ik zag jou net knikken toen het ging over toen Felix het had over de slechte afstemming. Volgens mij was jij, mag ik het zeggen, sceptisch? Ja, sceptisch. Nou, kijk, ik ben het daar wel helemaal mee eens. Ik hoor in Amsterdam heel veel verhalen van scholen die allemaal hun eigen plan trekken. Dat is een groot goed, hè, vrijheid van onderwijs. Maar hier was echt wel meer regie op nodig. Want je hebt straks ouders die moeten 3 keer per dag verschillende kinderen op verschillende dagen ophalen. En scholen doen er alles aan dat een beetje structureren. Maar je wilt de straat rustiger worden. Niet dat iedereen met een bakfiets het fietspad 10 keer moet bereiden. Ik maak me daar grote zorgen om. Ik heb me de vraag gesteld, hoe komt dat nou eigenlijk? Want ik vind altijd, als je in een soort probleem zit, moet je niet de schuld aan de anderen geven. Dus moet je je eigen aandeel vaststellen. Nou, wij zijn er niet in geslaagd om op tijd met die scholen in gesprek te komen. Mm-hmm. En dat moeten we echt nu met elkaar gaan evalueren, zoals dat dan heet. Maar en we gaan het klaren. Het zijn toch allemaal mensen van goede wil. Hier zitten mensen van het onderwijs die willen 1 ding. Ja. Gewoon goed voor kinderen zorgen. Ja, hoe kan dat heeft ermee te maken, meneer Zegers. Telefoon en Nee, maar belt u de heer Slob, die weet hoe het zit.
de minister van Onderwijs, van primair onderwijs. De scholen gaan te veel hun eigen gang. Ja, maar je zegt, we zijn niet op tijd met de scholen in contact gekomen. Nee, dat geldt voor beide partijen. Ja, oké, maar we hebben 2 weken gehad om te regelen. Hè? Nee, maar dat is één van de redenen dat ik zeg, wacht nou een paar weken, dan hebben we wat meer tijd om alles goed neer te zetten. Nog heel even, de laatste aanbrengen. Ja. Ja. Tot slot. Ja. Mijn ervaring is, hè, zowel kinderopvangorganisaties als scholen, die hebben één belang, namelijk het kind centraal. En wellicht kan het zijn dat bestuurlijke overleg in andere regio's wat minder van gang komt. Wij hebben vanaf het begin echt als partner geopereerd. Ik ken de hele kaart van Nederland. Ja, we hadden tot vrijdag voor de meivakantie was ons doel dat ouders en de kinderopvangorganisatie duidelijk zou zijn hoe het georganiseerd zou worden. En dat is ook gelukt. Dus alle ouders wisten 2 weken geleden al wat er zou gebeuren. Het zit gewoon in dat je het met elkaar oplost. Ja. Afgelopen vrijdag. Laatste. Heel afgelopen kort even. Vrijdag meldt één school zich. Terwijl het gaat over maandag. Die komen voor het eerst met hun gegevens. Ja, dat is rijkelijk laat. Ja. Nou goed, we wensen iedereen heel veel succes. En laten we hopen dat de kinderen gewoon weer fijn naar school kunnen. Dank jullie wel. Veel plezier ook in de klas volgende. Ja, dat gaat lukken. Ja. Het is nog even wennen. Maar nu worden ook in Nederland mondkapjes verkocht.